Ik heb in mijn Instagram story gevraagd of er mensen zijn die op 1,5 meter door mij kaalgeschoren willen worden. Stefano. Yes. Weet je het zeker? Helemaal zeker. Nou, daar gaan we. Ik ga vloggen, jongens. Proost. Kijk, jongens, normaal gesproken ziet mijn leven er zo uit. En tegenwoordig gaat het een beetje zoals dit. Zo. Nina wordt gek. Dus ik maak er maar het beste van. Ik ben onderweg naar Snelle. Hij heeft mij gevraagd om een cappuccino mee te nemen. Nou heb ik 1 cappuccino helemaal volgegooid met suiker. What the fuck? Je had toch een beetje suiker? Is niet een beetje suiker. Sinds dat wij in ons nieuwe huis wonen, hebben we ook voor ons huis een heerlijk bankje neergezet. Nina heeft die aangeschaft, daar neergezet. En die heeft al 10 keer aan mij gevraagd, moeten we hem nou niet vastzetten? Of moeten we hem nou niet, weet ik veel, aan een of andere ketting zetten, zodat hij niet gejat wordt? En daarom gaan we vandaag een leuke prank uithalen. Ik heb mijn buurman Camille gevraagd om op een random nacht ons bankje te stelen. Dit doet hij niet zomaar. Nee. Hij draagt namelijk een sombrero, zodat we niet kunnen zien wie het is. De volgende ochtend komen we erachter dat het bankje is gestolen. Kijken we de camerabeelden terug en hoop ik op volledige paniek bij Nina. En dan, als ze niet meer weet wat ze moet doen en ze bijna de politie gaat bellen, komt daar onze sombrero vriend Camille binnenlopen. Hey, Nina, het bankje is weg. Kom kijken. Oké, ik ga nu de camerabeelden bekijken. Ik weet niet of ze het gelooft. Ik denk nu dat ik de camerabeelden check en dat laat zien. Ik kan jullie helaas dat niet filmen, anders weten ze meteen dat het een prank is. Wie is dit? Nee, dit is echt, jij bent me echt aan het fucken. Ik zweer het je. Godver, wie heeft het bankje? Maar wat als hij het niet is, dan is het, heeft iemand hem gejat. Ja, dat is een duur bankje. Ja, en hij is er niet meer, hij is uitverkocht. Oh. Dan ga ik op social media zoeken wie het wel is. Ik ga nu Camille appen, vragen of hij hier door de achterdeur komt. En dan gaan we gewoon Nina verrassen. Schat, er is een cadeautje beneden. Ik word een mal hier. Hallo! Hoi! Ik had al een bankje gestolen hier. Nee, ik wil een bankje terug. Vertel even, wie ben je? Een kasteelie. Ja, nee, je weet het wel. Ja, toch. Het is niemand minder dan Martien Meiland. Woehoe. Jazeker. Ben je lekker wijn aan het drinken? Ja, altijd. Prank. Wil je even iemand laten horen? Wie dan? Ja, nou, die jongen probeert jou de hele tijd te bellen. Ja, Calvin zegt dat jullie altijd naar Chateau Meiland kijken. Dus hij dacht, dat is... Ben je Martien Meiland? Ja, moet je... Nou ja, ja. Dat ben ik. Nee. Ja, natuurlijk wel, want... Dat is echt niet normaal. Jammer dit weer. Ik vond het goed, hè? Ik vond het helemaal goed. Ah, thanks. Ja. Yo. Hallo. Zit jij op de Schelling? Ja. Ja. Wacht. Moet je horen. Wat gebeurt er? Ja, wat is die? Nou, dat vind ik zo raar. Hey. Hey. Er is hier iemand, die wil je vast wel even spreken. Hallo. Wie dan? Hallo, Martien hier. Het is Martien. Oh, Martien. Calvin zei, we gaan de manager even bellen. Ik zeg, nou, dat is oké. Okay. Oh. Dat is oké. Okay. Nou, wat een gezelligheid. Ja, dat is toch hartstikke enig. Ik kom er niet. Vinden jullie leuk? Ja, hartstikke leuk. Meid, ik heb een wijntje erbij, maar Calvin zit aan het water. Oh, dat, dus, dat valt me tegen. Ja, nou ja, hij bleef wel professioneel. Hier, ik zal hem even laten zien. Hallo. Het is een prank. Met mijn Paul. Paul kan magie. Hij is een magician. Paul is een real magician. Dit is een 20 cent muntje. Ja. Goed opletten. 1, 2, 3. Weg. Maar eigenlijk heb ik hier... Godverdomme, ik ben gehandskazand. Oh ja, lekkere pijnboom. Of hoe noem je dit? Wat is dit? Ik ben toch dagelijks de krant, man. De koudje. Trots op de naam Street Tata. Waarom staat het hier? Nou, geen idee wat het is. Nee, blijf even af. Oh, sorry.
Politie Noord-Holland, openmaken alsjeblieft. Er komen nog steeds die honden. Wat denk je, wat zullen die buren denken? Nee, dit zijn geen honden, what the fuck? Kunt de pol? Wow, ding erin, gast. Gozer. Holy shit. Handen omhoog. Handen? Ja! Goedemorgen, Quinten. Corona. Goedemorgen. We willen graag wat drinken. Bier. Jeetje. Ik ben een kenner. Anderhalf meter afstand trouwens, voor de desperado-ziekte. Hallo. Totally random. Ik kwam erachter, bleek is zo tandtoehandig. Gewoon, als je bleek gewoon op je witte schoenen doet, wordt ze weer gewoon zo wit als nieuw. En als je bleek op jouw hoofd smeert, dat gebeurt er dan. Wat wel vet zou zijn als je bleek op je lul smeert. Dan heb je echt de langste witte lul die er is. Kijkers, wie denk je dat een grotere lul heeft? Pol of Quinten? Allemaal even groot. Ik weet van beide dat jullie een grote lul hebben, allebei. Ik vermoed gewoon... Kunnen we ook elkaar laten zien? Ik kan gewoon deze sowieso hier op... Nee, ik moet niet braggen over mijn lul, dat slaat helemaal nergens op. Een oldschool PS... PS Vita. Nee, dit is Vita. Nee, ik zou wel naar huis gaan, Paul. Ja. Hallo? Je zus is dood. Ja, oké, kom maar aan. Oké. Je kan dus zien of een ei nog goed is door gewoon te draaien. Hoe minder die draait, hoe beter die is. Kijk, je ziet dat deze langer draait. Je kan ook gewoon zeg maar dit doen. En dan kijken of je nog goed... Ja, deze is nog goed. Overal einde. Oké. Ik heb in mijn Instagram story gevraagd of er mensen zijn die op 1,5 meter door mij kaalgeschoren willen worden. Ik heb iemand gevonden. Stefano. Yes. Weet je het zeker? Helemaal zeker. 100%. 100%. Je hebt zo'n mooie kapsel. Mag weg. Nou, daar gaan we. Oh god. Ja. Oh, ik zie het ook in het raam. Kijk dit. Oh nee. Dit is ernstig? Ja. Hoppakee. Oh, jee, dit ziet er niet uit. Oh. Ik dacht niet dat het zo erg zou zijn. Oh, dit is zo erg. Mee kan ik er niet van maken. Mijn god. Even een oproep aan de ladies. Alle ladies, mijn nummer is 062885 dames. Kijk hoe fris ik ben.